vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur. Amsterdam FM. Goedemiddag, u luistert naar Amsterdam FM Kunst en Cultuur hier op de vierde etage in de OBA. Mijn naam is Fabiola Veerman en we hebben een uur vol met muziek en hele mooie bijzondere gesprekken. En van klassieke muziek gaan we over naar een swingende band, Ovina da Bosso. Da Bossa. Zij staan 22 september in Paradiso met hun nieuwe cd. Die is net uit en je begrijpt, wij willen daar hier bij Amsterdam FM alles over horen. Ik ga praten met de leden van de band Ovina da Bossa. Nu zeg ik het in één keer goed. En bij mij aan tafel zit Paul Scheepmaker en gitarist en Jinske Silva zangeres. Hallo. Welkom. Dank je. Fijn dat jullie er zijn. Wie zijn jullie? Vertel. Het is een nieuw iets. We zijn misschien niet echt een band, we zijn een project. En het is een project met Braziliaanse muziek uit de jaren 60. En ik heb eigenlijk een cd gemaakt waaraan verschillende mensen hebben meegewerkt. 13, als ik me niet vergis, in totaal. En we spelen aanstaande zondag over een week, de 22e in Paradiso, om de cd te presenteren. En Jinske, die naast me zit, doet de vocalen daar zo. Is een van de bandleden. En wij vormen Ovina da Bossa inmiddels. En dit project dan, zoals jij het mooi omschrijft. Vertel eens, wanneer is dat geboren? Of vanuit wat, welke behoefte is dat geboren? Ja, nou ja, ik ben zes jaar geleden mee begonnen. De directe aanleiding was het uiteenvallen van mijn rockband. Ik ben een rockmuzikant, klassiek geschoolde rockmuzikant. En die band viel uit elkaar. En ik had behoefte aan even iets vrolijks en iets nieuws, nieuwe uitdaging. En ik wilde daarbij meteen kijken hoe ver ik kon gaan met mijn kennissen, capaciteiten. En het is altijd leuk om iets nieuws te doen. En ik kwam uit bij de bossa nova uit de jaren 60. Dat lag het verste bij mij vandaan, tot dat moment. Maar blijkbaar is het een ei wat ik in de loop van de jaren heb uitgebroed. Of misschien in de loop van mijn leven wel. En de cd is het resultaat. En ik ben ontzettend blij. Maar hoe gaat dat dan? Ga eens terug. Want je komt dus uit die rock scene. Ja. En je denkt, ik ga echt de opposite nemen. Ja. En dan lukraak kies je voor bossa nova muziek. Nou, de muziek die ik maakte tot dan toe, maakte we niet vrolijk. Misschien de muziek zelf al, maar de omstandigheden eromheen. En ik had behoefte aan iets totaal nieuws. En ik heb het ver van huis gezocht. En raakte die muziek je dan ook? Of greep die muziek je ergens meteen? Ja, het grijpt wel terug op mijn kindertijd. Die muziek die ken ik uit mijn kindertijd. En ik heb het altijd laten slapen, zeg maar. Zo van, nou, dat is niet voor mij. En zeker niet voor een ruige rockmuzikant. Nee, een rocker. Nee. Je verloochent dan een beetje je... Ja. Ja. Je afkomst. Dus mijn reputatie staat niet op het spel. Maar ik doe het graag. En het resultaat is prachtig. En ik ben er helemaal verliefd op geworden, moet ik zeggen. En toen het levert prachtige nieuwe facetten op. In alle opzichten. Ja. Zowel muzikaal, theoretisch, praktisch. Ik speel heel anders gitaar. En je leert allerlei mensen kennen. Jinske is daar een van. En dat loopt eruit tot nieuwe mooie dingen. Dus prachtig om te doen. Jinske, hoe ben jij bij dit project beland? Nou, ik werd een keer gebeld door Paul. Want jullie kennen elkaar van de muziek? We kennen elkaar eigenlijk niet. Ik werd gewoon gebeld. Ik kende Paul niet. We hebben kort gesproken. Hij vertelde waar hij mee bezig was. En dat hij nog een zangeres zocht voor een aantal nummers om in te zingen. En ik denk dat lijkt me hartstikke leuk. Ik zing ook Braziliaanse muziek. Deed ik daarvoor in andere projecten. Het leek me heel leuk om te doen. En toen is het balletje eigenlijk verder gaan rollen. Ik heb meer nummers ingezongen. De cd kreeg steeds meer vorm. Ja. Die kwam er op een gegeven moment. Cd-presentatie volgende week komen aan. Dus dan kom je ook verder in het project en leer je de andere muzikanten kennen. En dan repeteer je. Dus dan wordt het ook een geheel. Want dat is nu voor mij een jaar lang. En dat is heel leuk. Ja, spannend ook vooral. Ja. En kun je dat proces met elkaar beschrijven? Want Paul, doe jij dan voornamelijk de muziek? Of ontstaat dat echt met elkaar? Iedereen heeft daarin zeggenschap. De muziek die was al klaar voordat Jinske erbij kwam. Het was allemaal opgenomen. Oké, dus het was gewoon
puur uitvoering. Ja, ja, en zo werd u benaderd. Het was in het begin zoiets van, nou, een klus, oké, okay, doe ik, het leuk. Het 5 liedjes. Ja, nou, leuk, dat zing ik in. Het is mijn genre, ik doe het graag. Maar het klikte heel goed en dan ga je verder. En dan, ja. Ik had ook kunnen zeggen van, nee, dit is het, ik doe dit die 5 nummers en ja. ben klaar. Maar het was heel leuk en het klikte en... Ja, ging het door? Jinske stem die matcht fantastisch met de muziek. Dus ja, sinds de opnames, begon met 5 en het werden er 15 geloof ik, zo, ja. 12, ik weet niet. En daarna zijn we ook samen wezen optreden en het groeit steeds maar verder. Het is heel erg leuk om dat samen te doen, heel mooi. En kun je nog even voor de luisteraar die minder bekend is met dit genre, kun je nog iets meer definiëren wat jullie genre precies is? Nou, het wortels liggen in de jaren 50. In de jaren 60 kwam het tot bloei. Dat was componist Jobim uit Brazilië en Gilberto, João Gilberto. En zijn vrouw toen de tijd, Stan Getz uit de jazz bekend, die heeft er ook een grote bijdrage bij aan geleverd. En ja, Baden Powell, dat soort mensen. Ja, het is heel relaxed. Pop jazz eigenlijk. Het is niet echt de jazz, het zijn wel jazzakkoorden en harmonieën, maar... Kun je het ritme beschrijven? Het ritme is, nee, dat echt niet. Doen, do, 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 do. En dat gaat eigenlijk zoals dit. Als je dit klein beetje, denk ik al, oh ja, meer. Ja, ja. Dat kan. Ja, we gaan zo jullie live ook horen. Maar ik wil nog meer weten over dat ontstaan van zo'n cd. Want dat is niet wat je zomaar eventjes eruit rolt. Nee, het begon als iets helemaal niet serieus. Ik dacht, ik maak een stuk of 6 liedjes. Die neem ik op, gewoon zelf in mijn studio. Alle instrumenten doe ik dan zelf. En het luistert niet zo nauw. En na een half jaar heb ik een muziek voor mezelf. Ik had totaal geen ambitie om het naar buiten te brengen. En dan pak ik de draad weer op in de muziek waarin ik normaal gesproken zit. En waar gaan die teksten over dan? Ja, die waren er nog niet. De teksten die gaan over verschillende dingen. Liefde is natuurlijk een heel... makkelijk onderwerp om over te schrijven en allerlei situaties erbinnen. Ik heb een tekst over een sjamaan gemaakt, een ontmoeting in het tropisch bos, zeg maar, het sjamaan. De occulte krachten in Brazilië die leven een eigen leven naast het katholicisme en zo. En ik vond het boeiend om daar iets over te schrijven. Dat is mooi, ja. Dus eigenlijk jouw persoonlijke input, ervaringen... beleef je in die teksten? Nou, ik ben er nooit geweest hoor. Dus ik heb dat allemaal uit... dan moet je dan wel een keertje gaan hoor. Ja, graag. Ik wacht nog op subsidie. Dus na vandaag misschien. Ja, en er is een tekst die speelt echt in de jaren 50 in het oosten van, of 60 in het oosten van Brazilië, het arm gedeelte. En je had toen de tijd de grote uittrek, trekken naar de grote stad, naar Rio, dat veel zuidelijker ligt, 2000 kilometer verder, om de armoede te ontvluchten. Nou, er is een moeder die, daar gaat de tekst over, een moeder die haar kind vaarwel zegt, die het geluk zoekt in Rio. En dat is een ander onderwerp. Mooi. En dan nog heel even naar die klanken van de muziek. Want je komt dus uit die andere muziekcultuur, om het zo maar te zeggen. Kun je daar dan helemaal los van komen? Of zitten er altijd kleine lijntjes in of invloeden toch van die rock? Nou, ik ben natuurlijk al heel fanatiek mee bezig. Ik heb ontzettend veel bossa nova muziek geluisterd de laatste jaren. Om te zorgen dat het kader goed in mijn hoofd zat. Ja. Anders kun je dat niet doen. En ik denk misschien bij het soleren. Ik moet een solo doen in Paradiso. En misschien dat is een jazz solo dan. Maar ja, er zullen toch best wel wat rock invloeden in naar voren komen. Dat lijkt me wel. Merk jij dat ook? Want ik zie ja, absoluut. Ja. Ja, nee, zeker. Ja. Nee, je hoort echt aan Paul dat hij klassiek geschoold is, maar dat hij heel veel stijlen kent. En wat hij ook zegt, dat vind ik het mooie aan. Hij dompelt zich echt onder in de stijl. En niet alleen in de muzikale stijl. Hij heeft ook in de teksten en in de muziek echt gekeken naar Brazilië en de cultuur en de geschiedenis. Ja, het klinkt misschien heel zwaar, maar het komt er allemaal in terug. En dat vond ik heel bijzonder toen ik de teksten las.
En omdat ik ze ging zingen, ik denk, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Hoe weet hij dat allemaal? Dus het is ontzettend goed. En ook, ik vind het heel leuk om Braziliaanse muziek te luisteren. Wat is dat? Wat? Ja, er zijn namelijk heel veel stijlen. En bossa nova is natuurlijk iets wat heel bekend is, samba ook. En natuurlijk in die tijd waar Paul het over heeft, is het heel erg beïnvloed door jazz. Amerikaanse of Noord-Amerikaanse muzikanten hadden een kruisbestuiving met Brazilianen. Ja. Daardoor kennen wij dat heel goed hier. Maar je hebt heel veel andere genres die hier niet bekend zijn. En ik vind het heel leuk dat je echt in zijn muziek terug kan horen dat het echt Braziliaans is. Hij heeft natuurlijk zijn eigen stijl. Ja. Zijn eigen manier van spelen. Dat zei hij ook net in zijn solo's. Je hoort wel eens een mooie rock aanslag of feel erin. Misschien het folk of jazz inderdaad. Dat is ook gewoon, het is natuurlijk ook een weerslag van hoe hij is als componist. Ja. Ja. Maar het is ook gewoon doordrenkt met akkoordenprogressies, melodielijnen, typische loopjes die je kent in Braziliaanse muziek. En het is dus geen soort van stereotype of iets heel vlaks nadoen van Braziliaanse muziek. Nee. En dat vind ik echt heel mooi daaraan. Daarom doe ik ook graag mee. Paul, jij wil hier iets zeggen? Ik kwam heel fris natuurlijk in deze muziek. Ik heb me verdiept in het genre en ik heb geen geschiedenis daar zo in. Nee. Maar wel kennis van muziek. En met die kennis van muziek kon ik heel fris in die muziek stappen. Dus ik had geen last van clichés of zo die er gelden misschien. Van dit moet je wel doen, dat moet je niet doen of zoiets. Dus helemaal vers. En dan met de kennis die ik heb. En nu ligt er een schitterende cd. Ik heb hem ontvangen en ik heb hem wel 100.000 keer gedraaid inmiddels. En wat belooft dat voor straks? Want 22 september, ik zei het net al, staan jullie in Paradiso. Toch de tempel van de muziek. Dat lijkt me sowieso een hele eer om daar te staan. Nou, de pers is uitgenodigd, de radio, televisie zijn uitgenodigd. We hopen dat er vervolg komt erop. Dus dit had je eigenlijk helemaal niet overzien, dat het zo groot... Nou, niet van tevoren bedacht. Het is gewoon gegroeid van een paar nummers. Die werden steeds maar serieuzer gearrangeerd en gespeeld met allerlei muzikanten. Uiteindelijk werd steeds maar groter. En uiteindelijk is het dus deze cd geworden. En ja, die is zo goed dat die naar buiten moet. Dat moet voor een groot publiek te horen worden gebracht. En dit smaakt dus zeker naar meer? Ja. Dus zijn er al plannen? Liggen er al ideeën voor weer een vervolg? Nee, niets concreets. Nog niets concreets. Nee. We richten ons nu echt op die cd-presentatie. Ja. En het gaat zeker verder. Ja. En dat willen we ook. En dan vertrouwen we er ook op dat het gebeurt. Ja. Omdat we het allebei natuurlijk ook willen. En ook natuurlijk ook meer mensen in het project. Ja. En kunnen jullie iets vertellen over het eerste nummer wat jullie zo gaan spelen? Dat heet Desaparecido. Desaparecido. Ja. Nou, dat is een liedje, dat was de eerste die ik bedacht heb. Het was bouwjaar 2006. Ik dacht, laat ik eens een bossa nova nummer proberen. Kijken of dat kan. En dit is het resultaat daarvan eigenlijk. En kun je iets over die inspiratie nog meer vertellen dan? Nou, The Girl from Ipanema was eigenlijk wat het dichtst bij in de buurt zat. En ik denk iets in die richting, kijken of ik dat kan. En een uur later was het klaar. Jeetje. De tekst nog niet hoor, die kwam later. Ja. Alle teksten zijn later geschreven. Oké, okay. Nou ja, ik zou zeggen, ik nodig jullie uit om achter de microfoons te gaan. Want inmiddels zijn wij gewoon heel erg nieuwsgierig. We kunnen wel blijven praten, maar we willen gewoon muziek horen. En we gaan luisteren naar de fantastische band Ofina da Bossa. Bater um pouquinho
bieden. Van Ofina da Bossa. En gelukkig komen ze zo nog een keertje bij ons terug. Want ja, van deze muziek kun je geen genoeg krijgen. Het is fantastisch. Wij gaan nog één keer luisteren naar Ofina da Bossa. En zij gaan voor ons spelen het nummer Nerinju. Ga je gang.